Goedenavond, luisteraars. We zijn hier nu met Disintegrate op de Frisian Metal Stage in Leeuwarden. Voor de luisteraars die Disintegrate nog niet kennen, kunnen jullie jezelf en de band even introduceren? Nou, mijn naam is Joram Dijkstra, ik ben de drummer van de band. Mijn naam is Sander Stegeman, ik ben de bassist. En Leo Verleijen, lead en slaggitarist. En hoe is de band ontstaan? Dat was in 2005, na het uiteenvallen van The Conjuring. Toen besloten Jos en ik besloten door te gaan. We kwamen Danny tegen. En ja, dan zijn we eigenlijk een beetje op de muzikale, dezelfde toer een beetje doorgegaan. En hebben wat diverse bandledenwisselingen gehad. Tot we op een gegeven moment in 2009 een stabiele opzet kregen. En ja, daar nu eigenlijk nog steeds mee bezig zijn. Dat is heel kort. Hey, hoe zijn jullie bij de naam Disintegrate gekomen? Ja, dat is die heeft Danny verzonnen. Volgens mij kwam die daar gewoon zo ineens op. Hij had het wel wat in zijn hoofd. En Disintegrate betekent uiteenvallend. Ja. Is Latijns de vertaling. En hij kwam er zo mee. Ik vond bij apart. Als je een band opricht, dan ga je niet vanuit dat je uiteenvalt. Nee, precies. Nee. Met de slag om Waldrock hadden ze er ook al vragen over. Maar we spelen nog steeds en we zijn nog steeds van plan door te gaan. Dus. Ik heb wel gehoord van Danny, dat heeft hij mij verteld, dat in eerste instantie had hij die naam bedacht. En toen viel het allemaal zo van mooi. En toen had hij logo ontworpen en toen... Klopt dat, Leo? Dat klinkt enigszins bekend, ja. Ik heb het allemaal wat verdrongen, maar... het, Ja, in 2010 is jullie album Parasites of a Shifting Future uitgebracht. Hoe is deze ontvangen bij de meeste luisteraars? Over het algemeen hebben we volgens mij wel heel veel hele goede reacties gehad. Klopt. En we zijn er zelf ook heel erg tevreden mee. Dus. Ja, we hebben heel veel goede recensies gehad, allemaal zeer positief. En natuurlijk Platenlabel Montmasker mee gescoord. Die gaan hem dit jaar nog opnieuw uitbrengen. 22 juni is de release datum van... De re-release van Parasites of a Shifting Future bij Massacre Records. Dus hij is zeker goed ontvangen. Ja, dat is mooi, dan ben je verzekerd van een goede distributie straks. Ja, dat hopen we inderdaad. Joran, zei je nou juni of juli? Ik heb geen idee. Oh, het was juli was het, hè? Ja. Ja, juli. Ja. Even zonder juni, maar het is dus juli. Ja. Ja, het Friese landschap loopt een beetje schuin af. Ja, inderdaad. Ja, ik had begrepen dat jullie ook al bezig waren met wat nieuwe nummers. Wanneer kunnen luisteraars een nieuw album verwachten? Wanneer wij daar klaar voor zijn. Nee, we spelen één nummer al live. We zijn wel heel veel nummers al in de oefenruimte aan het repeteren. Maar we gaan eerst een heel groot gros aan nummers schrijven. Zodat we voor het album, want we willen Parasites, willen het nieuwe album iets beter maken dan Parasites natuurlijk. Want je moet natuurlijk vooruit gaan. Dus we willen echt een heel album schrijven. En niet zomaar wat nummers bij elkaar doen. Dus we gaan eerst heel veel schrijven en dan gaan we daaruit kiezen en wat goed bij elkaar past. En daarna gaan we eerst kijken of we die ook bij Massacre kunnen uitbrengen, laten we zeggen. Dus we hebben daar nog geen deadline voor. Maar we gaan kijken hoe snel het gaat, laat maar zeggen. We zien dat wel. Ja, precies. Nou goed, nog een vraag. Door welke band zijn jullie persoonlijk heel erg beïnvloed? Ik ben heel erg beïnvloed door Chris Adler van Lamb of God. En vooral ook dingetjes van Jurgen Ventor van Creator. En een beetje Lombardo, Slayer en Nico McBrain, Iron Maiden ook. En de laatste tijd ook door Peter Wildoe van Darkane. Dat zijn vooral mijn inspiratiedingen. Ja, ik vind het altijd heel lastig om te bepalen wat voor mij mijn invloeden zijn. Want ik luister echt heel veel verschillende stijlen ook. Voornamelijk zit ik toch wel in de melodic death metal dingen als Soilwork, In Flames, Scar Symmetry, dat soort bands. Maar er zijn zoveel bands en je haalt ooit zoveel plekken haal je inspiratie. Dus lastig te zeggen. Nou ja, voor mij geldt hetzelfde. Het is bij mij vooral Scandinavische metal. En ook een heleboel Bay Area, de oude Bay Area thrash. Klopt. Ja. Okay. Ja, jullie staan ook op Frisian Metal Massacre Part 1, de LP uitgebracht door Tamme Oosterhof. Hoe is dat precies tot stand gekomen? Ja, puur op idee van Tamme.
Tamme die wou dat doen en die heeft het geregeld, simpel gezegd. En ja, die heeft ons gevraagd of wij daarop wouden komen en wij hebben toegezegd. En dat is wat voor ons, laten we zeggen. Het, Hebben jullie nog speciaal iets voor opgenomen of is het al bestaan? Ja, dus we hebben twee nummers van Parasites of Shifting Future zijn daarop. Die zijn wel geremasterd voor de plaat, omdat er toch op een LP vaak wel een andere sound verwacht wordt. Maar, dus die zijn wel opnieuw naar de producer geweest, maar ja, wel inderdaad nummers van Parasites. Nou ja, we zijn nu bijna aan het einde gekomen van het interview. Echt hartstikke bedankt. Nog één vraag. Hebben jullie zelf iets wat jullie heel graag met de luisteraars willen delen? Check www.disintegrate.nl en Facebook.